Met het doel het proces bij de bouw van een eigen huis goed te laten verlopen, is in 2014 de stichting Bouwassisterie opgericht. De directeur van de stichting, Siegmien Staphorst, zegt dat mensen niet dagelijks bij de bouw aanwezig kunnen zijn omdat zij werken en ook nog een gezin en andere verplichtingen hebben. Directeur Staphorst vertelt dat ze op het idee kwam nadat zij een kennis veel geld heeft laten besparen door haar te assisteren en begeleiden bij de bouw van haar woning. Staphorst vertelt wat ze met de stichting wil bereiken en wat er allemaal gedaan wordt wanneer iemand bij hun binnenstapt. Het zit in de naam. Wij assisteren mensen die willen bouwen van A tot Z. Daar komt het in het kort op neer. Wat wij bieden is betrouwbare service. Want de stichting is ontstaan omdat een kennis van mij in Nederland zat en in Suriname een huis wilde bouwen. En door bemiddeling van mij heeft ze €50.000 kunnen besparen. Dus ik dacht, wat is dat? We moeten daar iets aan doen, want het zullen veel meer mensen zijn in het buitenland die hier willen bouwen. En al gauw bleek dat er mensen zijn die gewoon bedrogen worden. Niet alleen met geld dat eigenlijk verdwijnt of verkeerd besteed wordt, maar ook met de kwaliteit die geleverd wordt. De stichting heeft dus 2 jaar proef gedraaid om het reilen en zeilen onder de knie te krijgen. Voor dit jaar zijn er al 4 mensen in Suriname en Nederland geholpen aan het verwezenlijken van hun huis, zegt Staphorst. De stichting sluit niemand uit die hulp nodig heeft bij kleine of grote bouwwerkzaamheden, zegt de directeur. Iedereen die een gebouw wil opzetten, het kan een woning zijn, maar het kan ook een klein bedrijf zijn, kan bij ons terecht. Het kunnen mensen zijn die in het buitenland wonen en geen vertegenwoordiger hier hebben of geen betrouwbare vertegenwoordiger. Die kunnen dan contact met ons opnemen en wij treden dan in hun plaats en worden hun ogen, hun oren en alles, zodat ze aan het einde een gedegen bouwwerk hebben. Maar het kunnen ook mensen zijn die in Suriname wonen en een goede kwaliteit woning willen en die ook niet bedrogen willen worden, zoals je het vaak hoort in de volksmond, dat men door de aannemer genept wordt. Die mensen die dat niet willen, kunnen ook bij ons terecht, want dat is wat wij garanderen, dat er een goede aannemer wordt geselecteerd en dat daar bovenop die aannemer ook nog begeleid en gecontroleerd wordt. Siegmien Staphorst, directeur van Stichting Bouwassisterie. De stichting heeft als doel een ieder te ondersteunen vanaf de aankoop van een perceel tot aan de bouw en oplevering van een woning.